Hallo kijkers, een nieuwe day. Ik ben Mark en ik ben hier vandaag met Turbo Dismount. Een nieuwe serie die ik ga doen. Dus ja, ik ga dus even kijken wat we allemaal gaan doen. We gaan ook wat van de subscribe levels die ik heb, zoals jullie al kunnen zien, heb ik er al 2. Dus dat is wel in ieder geval heel erg leuk. Ik ga eventjes ook nog wat gewoon weer al opstaan. Eventjes gaan proberen. Roundabout. Ja, laten we het even aan. Oké, en als jullie deze game niet weten, het is gewoon een heel simpel game waarbij je gewoon je auto moet laten crashen. En proberen op een hoge score te halen. Dus gaan we even zien. Cinematic, Refine, Character. Oké, dit is ons persoontje. We kunnen hem ook een hoofd en een logo aan de auto geven, maar dat kunnen we nog wel een keertje doen. Lijkt me wel hilarisch. In ieder geval kunnen we ook de obstacles neerzetten, zoals Turbo Pads. Kun je volgens mij ook als je op shift klikt, kun je die gewoon een beetje aanpassen. Dus als je ze hier wil hebben, of hier, of helemaal daar, ligt er een beetje aan waar je wil. Zelfs met deze, die kan ik dus gewoon heel heerlijk voor meer boost. Dus deze zet ik even zo ongeveer neer. En dan pakken we hier nog even een dubbel bed. Want ik heb deze game al heel vaak op YouTube gezien, dus het leek me wel een leuk idee om dit ook te gaan doen. Hoppakee. Ready? Oké, we pakken even een ander vehicle. Er zijn best wel veel wagens. Ze zijn nog steeds volgens mij bezig om nog steeds te upgraden. Dat is ook geniaal. Update, laat ik maar zeggen. Laten we voor een wedge gaan. Gewoon de jerk camera. Poses. Nee. Oh god. Dat lijkt me echt heel erg. Oh jezus. What the fuck. Maar ja, laten we maar eens beginnen. Oh jezus. Oh. Oh god. Holy fuck. Die kwam er echt recht op. Jezus, wie daar? Ja, die doet niet meer. Die doet het zeker niet meer. Nieuw highscore. Maar wat gebeurt er eigenlijk? Ja, dat lijkt me niet uit. Oké. Let's see that I can prestatie gedeeld. Oké. Mijn persoontje die lanceerde echt helemaal dankzij de auto. Die kwam hier bij deze snowplow. En gewoon met zijn been tegen dat schepding aan. Normaal. Ah, laten we deze seizoen. Oh god. Oh nee, ik ga nog mee. En toen nog tegen de muur aan. Wat ben je aan het doen? Dat is niet echt spectaculair. Just a flash wound. Ja, ja. Oké. Volgens mij zit er ook een first person. Oh god. Yo, nog. Ik zie niks. Oh! Ja, ik zie nog wel wat. Auw. Nu mag eens even zien wat er dan allemaal gebeurt. Want ik heb echt geen flauw idee wat er dan allemaal gebeurt. Gebeurde dit? Mijn benen! Holy shit! Mijn hele benen liggen er gewoon af. Die zijn even helemaal gelanceerd. Maar. Kijk. Dan kun je ook een beetje rond vliegen. Waar zijn mijn benen? Even zien. Ik kan ze niet vinden. Oh, daar! Oké. Let's try this again. With the new sky. Sst. Let's go. Het eerste wat ik op weg was, was mijn hoofd. Dat doet pijn. Heel erg pijn. Eén ding. Maar wat gebeurt er?
Dat was het probleem dus. Charity car. Nog een poos. Ah, laten we deze nog een keer. Oh, dit kan niet goed gaan. Ah, hij had tegen de auto aan kunnen knallen. Hey. Blijf toch maar doorrijden. Yes, no control. Mayday, mayday. Oh, dat kun je sturen. Ah. Laten we deze nog eens een keer doen. Go. Spectaculair. Spectaculair. Nog een keer. YOLO! Oh god. Oh nee. Au! Ik moet gewoon de hele tijd overreden. Is het ook wat er allemaal gebeurt? Hoek. Echt allemaal brandwonden. Oké, die bus die dit is, maar dit. Dat was het dus. Oké, laten we nog even een leveltje kiezen. Freeway, lijkt nog wel een handig idee. Dit ziet er interessant uit. Obstacles. Die kunnen we natuurlijk ook weer neerzetten. En dan kunnen we hier natuurlijk nog eentje. Laten we ook even een ander autootje kiezen. Metal, nee. Het treintje. Jibie. Kachel met de. Oh god. Wat zijn dat? Beden. Nou, dat ging nog niet echt zoals gepland. Nog een keer. Get no. Oh jezus. Godverdomme. Dat zag er pijnlijk uit. Heel erg pijnlijk. Character. New high score. Echt, wat gebeurt er toch allemaal? Toen gebeurde er dit, ja. Toen parkeerde de trein de auto, waardoor ik heb gepompt. Ja. Daar heb je het dus. Ander autootje. De Whiplash. Lijkt op een botsauto. Volgens mij is het ook een botsauto. Full speed. Dat zag er wel heel hilarisch uit. Ik weet niet wat er gebeurt, maar er gebeurt het. Gigantisch veel. Ik heb echt geen idee wat er allemaal aan de hand was. Dit gebeurt het dus. Doe die krak, bam. Ja, ik mag het dus helemaal aan stukjes. Maar ik ga een andere obstacle inzetten. Laten we daar even een. Zo dus. Zo. Mimi. Incoming. Perfect. Wee. Oh god. Oh nee. Auw. Dat is een auto. En een bom. Nou, ik heb sowieso de commotie naar het werk al wel kapot gemaakt.
echt, ik ben echt de hele tijd bezig met die middenkoste muisspitsen. Oh. Wee! Oh. Dit kan niet goed gaan. Oh! Ah, oh. Als je hier nou een gormod in zat, jezus. Dan was dat bloed overal. Ik weet echt totaal niet wat er aan de hand was. Ja, wat er aan de hand was, was dat ik tegen een auto aanknal. Of ja, tegen de bus eerst. Dat was het grootste probleem. Dat ik tegen deze bus aankwam. En toen deed ik het terug. Het was ik gewoon helemaal kapot. Heel kapot. Niks meer gaat veranderen. Oké, okay, even ander autootje. Royal Highness. Hot Creaky. Een andere trein. Okay, deze is die. Weet je wat, ik doe het gewoon eens een keer zonder obstacles. Oh. Au. En ik ben helemaal uitgelanceerd. Ook handig. Want mijn benen die kregen ergens op. Hier wil ik echt eens een keer een plaatje van maken. Nog een keer. Nee. Vehicles. De zes kwart. Een monster truck dus. Ja, dat is een goed idee. Hoe kunnen je handen daar aan de vast blijven plakken? Hebben ze daar lijm op gestampt of zo? Jou nou! Oh. Ik weet niet hoe. Maar mijn hand heeft me gered. Nou, mijn arm is sowieso gebroken. Dat is één ding. Maar ik leef. Is dat stop? Echt, hoe? Ik wil eens even zien wat er nou eigenlijk allemaal gebeurde. Want er gebeurde echt in een paar seconden tijd echt heel wat. Oké, okay, nou ik was hier dus. Ik kwam met... Oh ja, dat is het. Oh. Dat was het hele probleem. Oké, okay, I get it. Nog een keer, hallo. Nou ja, ik heb het overleefd met een paar botbreuken. Mijn monster truck is daarentegen echt niet. Die is niet meer goed voor het werk. Pick lightning. Ha, dat is een klein driewieletje. What the fuck is hij aan het doen? Een schouderdans of zo. Ik heb geen idee wat hij doet, maar... Nee, geen... even kijken, hebben we nog andere... Oh ja, we hebben nog heel wat andere karakters. Ja, dit gaat werken. YOLO. Daar gaat piep ook. Piep, piep, piep. Oh-oh. Oh, dus. Mijn hoofd. Godver. Mijn hoofd ligt eraf. Ik kwam nog niet eens door de auto zelf, maar door de... passering tegen de tunnel ingang aan. Dat is wat daar zijn. Echt, dit lijkt me heel pijnlijk. Dit werkt wel, een winkelkarretje. Ik weet niet hoe dit mijn botten gaat opvangen, maar... nou ja, ik gleed in ieder geval over de bus heen. Dat is één ding. Maar hoe? Ik heb geen idee. Oké, okay, eens even zien. Wat gebeurt er hier allemaal? Dus ik viel naar beneden. Dat is logisch. Toen... echt... ouch. En toen... bam. Ja, dat is in.
Ik heb geen kans. Niks meer aan te doen. Talkbird. Daar zit een kip. Blijkbaar. Oh ja, dat is een goed idee. Goed idee. Ik had die hele auto die is die aankomt. Natuurlijk verwacht je het wel, maar je zag hem helemaal niet. Dat was alleen toch. Ik heb een leven, kom helpen. Oké, okay, dus ik viel zo. Ja, we deden echt helemaal weg. Oké, okay, laten we nu even van die user-made levels maken. Snowplow Hell. Dat klinkt. Adventure's Mind. Vehicles. Een skateboard, tuurlijk. Nou, dat lijkt me een goed idee. Nee, even wel. Ja, die wilde gewoon even bij liggen. Dat is het gewoon. Ik zit weer op 1000 meter hoog. Hoe hoog is dit? Oh god! Ja, dit is snowplow hell, ja. Oh oh. Oké. Okay. Ik wil vragen hoe je daar bleef vastpakken aan de skateboard, maar dit is veel erger. En dan van mij dus. Wat gebeurde er eigenlijk? In 2 seconden tijd gebeurde er te veel. Te zeggen wat er nou eigenlijk allemaal gebeurde. Beetje de lamp, maar oké. Okay. Dit begrijp ik. Toen flikker ik naar beneden. Dit haalde ik nog maar net. Ik wil een schild en toen was dat deze. Ah. Ik heb het gewoon helemaal plat gemaakt. Plat gemaakt tussen snowplows. Superman. Let's go. Ja, kakken met dat ding. Wil je een kopje thee? Misschien iemand? Let's go. Whee! Uh-oh. Dat was mijn hand. En dat was de rest van mijn lichaam. Oeh, dat was even dat hij had dan. Hé, hey, mijn hoofd! Nou, dat is in ieder geval 1 ding. Positief. Oh ja, we worden ook nog even opgeblazen. Tuurlijk. Ja, dit. Toen gebeurde er dit. Toen zijn hand en de hand. En gewoon in 1 keer. Non-stop. Fine skydive. Ik weet niet wat dit van level is, maar ik ga de. Ik ga een tank gebruiken hiervoor. Ja, ga hem maar achter staan. Goed idee. Weehee. Oh oh. Dat was de map. Incoming! Oh. Ouch. Even wat meer snelheid, want dit is niet echt zo spectaculair als ik had verwacht. Nee, het valt meer snelheid voor mij. Nog een keer. Dit is beter.
Ja, maar ik weet. Ik val die toch wel een keer op reset drukken. Dat wou ik helemaal niet. Ik ga gewoon even de camera bewegen. En ik kom er. Nog een mijn. Auw, auw, auw. Iets. Ik kom op. Auw, ja, dat is waar. Nee, nee. Hallo. Auw. Allemaal botten zijn compleet kapot. Geen keer. Vehicles. Laten we deze maar nemen. Een scootertje. Oh ja, ik ga deze. Ja, ook bedankt. Ook bedankt dat je me achterlaat. YOLO. Mijn ding omheen. Ja, daar ga ik. Daar val ik. Op bij mij. En kegel, je komt in. Auw. Ja. Ik ben gewoon helemaal kapot. Ook al beweeg ik nog eventjes. Naast pasmes. Behalve, ik ga nu deze aflevering weer afsluiten. Ik hoop er ook van. Geef like, fijn kanaal. En dan zie ik me ook weer. Later.